vraag aan u stellen. Wie ben jij? Ik ben de kinderburgemeester van Leeuwarden. En ik ben de loco. Kinderburgemeester van Leeuwarden. Oh mijn god. Er zijn heel veel leuke kraampjes en je kan ook allemaal dingen krijgen. Hier hebben ze ook heel erg lekker eten. En de reus vooral, die was ook heel leuk. Oké, daar gaan we. Ja, en het ging niet alleen om de eten en de activiteiten. Het is ook heel interessant. Ja, allemaal informatie en mensen delen ervaringen. Dus dat is heel leerzaam. Is dit de dag van de jeugd? Ja. Oh, dat wist ik niet. Vindt u het een belangrijke dag vandaag? Ik vind het een heel belangrijke dag vandaag. U bent van de gemeente Leidschendam? Leidschendam-Voorburg, ja. Wethouder? Ja, klopt. En u bent, denk ik, de man van mevrouw? Nee hoor, ik ben ook wethouder. We zijn hier gewoon samen. Oh, u bent ook wethouder? We gaan met meerdere wethouders ook met elkaar praten. Want iedereen doet eigenlijk hetzelfde werk in zijn eigen gemeente. En dan is het handig als je op zo'n dag elkaar tegenkomt, dat je ervaringen met elkaar kan uitwisselen. Ik vind het goed dat er zo'n dag is en dat er al überhaupt mensen zijn die ervoor willen zorgen dat het voor kinderen beter wordt en dat ze ook een stem krijgen. Vanmiddag komt er ook nog een minister. Ja? Minister De Jonge, Hugo De Jonge. Gaat ook nog een keer aan hem vragen, maar zullen we afspreken dat ik met hem ga praten of wij niet een jeugdstaatssecretaris kunnen benoemen? Ja. Mogen wij een keer de gast zijn in jouw programma? Aan tafel of in het publiek? Aan tafel. Oké, maar dan moet er een goede reden zijn, want dan moet ik jullie een aantal dingen vragen over iets. Ja. Wat zou die reden kunnen zijn? Waarom willen jullie aan tafel? Misschien kunnen we vertellen waarom het belangrijk is dat er geluisterd wordt naar kinderen en waarom bijvoorbeeld er kinderburgemeesters en kinderlokenburgemeesters zijn. Het is namelijk nog niet zo bekend. Nee. Niet alle gemeentes hebben het namelijk. Nee, ik moet je sterker vertellen, ik wist het ook niet. Dus het is eigenlijk een heel goed onderwerp. Kinderen die denken veel anders dan volwassenen mensen. Volwassenen mensen die gaan dan gelijk denken met moeilijke woorden. En waarom? Je kan ook gewoon simpel houden en gewoon zeggen wat je dwars zit en wat je wil veranderen. En dat kunnen kinderen veel beter. Ik denk dat je een kinderstaatssecretaris bedoelt. En dat was jullie geheimtje vanmorgen met mijn collega, hè? Met Paul Blokhuis. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb gehoord dat jullie hem die vraag hebben gesteld en dat hij het met mij over gaat hebben. En ik denk, moet het toch met hem over hebben hoor. Maar ik denk dat het eigenlijk een hartstikke goed idee is. Maar dan zou ik eigenlijk ook vinden, als hij een eigen kinderstaatssecretaris mag, dan vind ik dat ik een eigen kinderminister mag, toch? Ja. Is dat eigenlijk mee leuk? Het lijkt me een hartstikke goed idee. Ja. Gaan we doen. Vind ik leuk. De conclusie. Het was vandaag een hele leuke, leerzame en toffe dag.